Meneer Tulner, we staan hier op het industrieterrein H2O naast het bord van Consmema. Er komt binnenkort een tweede bord bij. Ja, er komt inderdaad een tweede bouwbord bij van Jan Bakker. Die gaat hier heel snel beginnen. We zijn heel blij dat hij afgelopen vrijdag ook de handtekening onder het koopcontract heeft gezet. En dat betekent dat we heel snel hier bouwactiviteiten op H2O zullen zien. Meneer Bakker, u bent in 1985 gestart met uw bedrijf. Vanuit welke situatie? Ik heb eerst een ziekbed gehad en van mijn ziekbed ben ik eigenlijk begonnen. Ik heb een jaar op bed gelegen en zei dat ik nooit weer kon lopen. Ik heb een ernstig ongeluk gehad en ik wou geen afgekeurde Piet wezen. En toen ben ik voor mezelf begonnen en dat was mijn begin. U was al vrachtwagenchauffeur? Nee, ik zat altijd vrachtauto, chauffeur, trekker, van alles. Was... Ik heb in mijn werk, maar zit hier in Oldenbroek. Van alles wel wat. Transport is goed, maar de handel... Wij proberen het ene jaar is het ene goed en het andere jaar is het andere goed. Jan Bakker die mocht dan de Zuiderzeestraatweg niet verder uitbreiden. Dan was H2O toch zijn enige mogelijkheid? Het is wel een hele logische keuze dat hij hier komt. Want het bedrijvenpark H2O is juist ook bedoeld om dat soort groeiende bedrijven... om daar een plek voor te bieden. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om een hele mooie locatie langs de snelweg... goed bereikbaar voor Jan Bakker te vinden. En het is een bedrijf met veel vrachtverkeer. En dat kan hier prima geholpen worden op H2O. En waarom is uw keuze gevallen op H2O? Nou, dat is de enige mogelijkheid hier in Oldenbroek. En ik wil eigenlijk in Oldenbroek blijven. En ik kon nu... was de tijd te rijp voor om te beginnen daar zo. Ik had liever in Oldenbroek zelf gebleven, maar nu moeten we weer naar H2O. Maar ik blijf wel onder de gemeente Oldenbroek. Bent u blij met het type bedrijf wat hier komt? Ja, zeker. Het is een veelzijdig bedrijf. Met van alles en nog wat eronder. Voerleverancier, grondwerk, van alles en nog wat. En we vinden het heel mooi dat het hoofdkantoor van het concern hier op dit terrein wordt gerealiseerd. Op dit moment is dat te krap. Maar ik ga er toch uit dat de provincie en H2O met de gemeente samen uitkomen om die ontsluiting te krijgen. En dan is het goed. Alleen ze hebben gewoon een dom punt gemaakt bij Wezep. Bij dat viaduct met die stoplichten, die moesten ze vandaag nog wegbranden. Hier ligt Wezep. En hier ga je richting Zwolle. En dan hier ga je richting Apeldoorn. En dan kom je hier, mijn buurman kom mee maar. En dan komen we hier, komen een weggetje in. En dan beginnen we hier en dan gaan we zo rond. En dan is dat dit blok. En dit is eigenlijk kantoor, restaurant. En dan 3 verdiepings. En hier magazijn, garage voor ons eigen. En hier komt een bandenservice, daar komt een wasstraat. Hier komt een weerbrug en een tankstation. Hier is parkeren voor derden. Hier komt een dealer, zoals het nu lijkt. Daar ben ik nog mee bezig aan onderhandelen. En het is de bedoeling dat hier de vrachtauto's van mij komen en misschien nog van anderen. Maar daar ben ik nog in gesprek met de gemeente en verder op slag. Vorige keer heb je het ook gehad over de samenwerking met bedrijventerrein Zwolle. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, goed zou ik zeggen. We zijn met de procedure voor het bestemmingsplan bezig. In dat kader mag iedereen zijn zegje daarover doen. We hebben ook overleg met Zwolle. En onze insteek is samen te werken binnen de regio Zwolle. Want wij zijn erbij gebaat om een krachtige economische regio Zwolle te hebben. Want als het in Zwolle goed gaat, heb ik de vorige keer gezegd, dan gaat het ons ook goed. En andersom ook. Dus wij denken vanuit de gezamenlijke belangen. Ik heb in de persbericht gelezen dat er tijd ook een restaurant komt. Dat heeft u net ook genoemd. Is dit een uitgebreide bedrijfskantine of kan ik als consument er ook een vorkje mee prikken? Wat laatste, dat is heel duidelijk dat dat meer geprikt moet worden. Dat wordt gewoon een officiële wegrestaurant. Ja. Gewoon voor vrachtwagens en mensen vertegenwoordigers of wie ook een praatje wil doen.
Die jongen, dus van andere bedrijven, of die kunnen een auto wassen door zo, die kunnen de band wisselen, die kunnen een garage als ze een storing aan de motor hebben, die kunnen meteen een hapje in. Een laatste afrondende vraag, ik weet dat u geen namen gaat noemen, maar met hoeveel bedrijven bent u in gesprek om ze op HCO te krijgen? Nou, met voldoende om behoorlijk druk mee te zijn. En natuurlijk heeft deze transactie ons de afgelopen maanden ook behoorlijk in beslag genomen. Dat is een grote zaak die we nu gedaan hebben. En ja, we zijn met verschillende andere partijen in gesprek, maar daar ga ik verder geen mededelingen over doen.